Een internationale programmering met beroemde internationale artiesten die ook de Duitse popliefhebber naar de poppodia in Enschede en Hengelo trekt. Om dat te bereiken wil Metropool de slag naar 200.000 bezoekers per jaar maken. We gaan daarover praten met Johan de Jong. Hij is directeur van poppodium Metropool. En Jacco Cornelissen. Hij is directeur van het Wilming Theater en muziekcentrum in Enschede. Ze komen inmiddels binnen. Kom zitten. Misschien, Jacco, kun jij hier komen zitten. Welkom. En Johan de Jong ook. Ja, ik heb net al even kort uitgelegd. Ja, Jacco, als je iets dichterbij kan komen, dan is dat, kunnen we goed horen. Kort uitgelegd wat er gaat spelen. Even, Johan, kunnen wij straks U2 en Coldplay gaan zien in Enschede? Is dat de bedoeling? Ja, dat is een beetje wat je onder straks verstaat. Misschien over... Nee, dat gaat niet gebeuren, maar we komen heel eind. Ja. Wat is er precies aan de hand? Wat staat er te gebeuren? Nou ja, kijk, wat wij natuurlijk graag willen in Twente is dat wij ook internationale acts kunnen gaan programmeren. En daar heb je een grotere zaal voor nodig. Daar heb je een grotere capaciteit voor nodig, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En op het moment dat je internationaal kunt gaan programmeren, dan zie ik dat meer in de acts die nu relevant zijn. Dus niet nu toeren door Europa en Nederland wel aandoen, maar dan op andere zalen als alleen maar als in Enschede. Dus die willen wij ook graag een plekje bieden. Mm-hmm. En moet ik het dan zo zien dat die acts niet komen als je zaal niet groot genoeg is, bijvoorbeeld? Ja, ja. Er zit een verdienmodel in. Ik bedoel, je hebt meer bezoekers nodig om de artiesten kunnen aan te trekken. En dan word je dus interessanter voor de artiesten. Ja, ja. Is het cirkeltje dan zo dat je zegt van, nou, we gaan investeren in betere, grotere zalen, meer plekken, weet ik veel. Dan komen die bands vanzelf. Omdat die bands komen, komen bijvoorbeeld ook heel veel Duitsers hier naartoe. In ieder geval meer bezoekers. En als we meer bezoekers hebben, hebben we meer geld. En dan kunnen we die investeringen weer afbetalen. Is dat ongeveer het rondje? Dat is precies wat er gebeurt, ja. Alleen het enige lastige is dat de bands niet vanzelf komen. Dus daar heb je wel een netwerk voor nodig. En wij met Metropool hebben een netwerk natuurlijk. En op het moment dat wij de capaciteit hebben, kunnen we op zoek gaan naar die ex die datgene doen wat jij vervolgens zei. Ja, ja, ja. Ja. Jacco, welkom ook. Dankjewel. Directeur van Wilming Theater en Muziekcentrum Enschede. Zakelijk directeur dan, hè, want er is ook nog een artistiek directeur. Hoe verhoudt zich dit plan tot jullie? Metropool, Wilming Theater, is dat twee handen op één buik? Trek je die erin samen op? Hoe werkt dat? Nou ja, toen ik van de week in de krant las, Metropool gaat voor miljoenen verbouwen. Toen dacht ik, ja, dat is fijn, want dat is in ons pand. dus als dat zo geregeld kan worden, dan teken ik ervoor. Dus wij trekken daar samen in op. En wij zijn als Wilming Theater Muziekcentrum verantwoordelijk voor het muziekcentrum. Nou, dat is akoestisch gezien een van de beste zalen van Nederland. Vooral ook op klassiek gebruikt de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar we zien dat aanbod wat afneemt. En dat er eigenlijk meer vraag komt ook voor popconcerten. En we zien dat het gewoon nu, zoals de zaal nu ingericht is, eigenlijk te lastig is om hem snel om te bouwen voor een popconcert. En dat daar ook relatief veel out-of-pocket kosten bij komen kijken. Dus wat we eigenlijk samen, de verkenning die we samen hebben gedaan, mm-hmm. is wat zouden we met die zaal kunnen doen, zodat die flexibeler, sneller beschikbaar gemaakt kan worden als popacts zich aandoen. Die kondigen zich meestal niet een jaar van tevoren aan. Dat is toevallig moet het in een tour ingepast. Dat betekent dat je flexibel moet zijn en niet veel out-of-pocket kosten moet maken om klaar te zijn voor zo'n concert. Ja. Nou, daar willen we samen naar kijken, omdat wij als Wilming Theater en Muziekcentrum ook graag het gebruik van de zaal zo optimaal mogelijk willen realiseren. Maar ik denk geen zaal in Metropool is groter dan de grote zaal van het Muziekcentrum, right? Nee, precies. Dus als je dat voor elkaar bokst, dan ben je er toch? Of niet? Daar zijn we heel blij mee. Ja, zeker. Dan ben je er blij mee. Nee, de grootste zaal die we nu hebben is 800. Iets meer dan 800. En die hebben we zowel in Enschede als in Hengelo. En dus kortom, dat is je max waar je tegenaan zit. En in het muziekcentrum kunnen we al snel naar 1800 toe. En na een verbouwing zelfs naar 2000 mensen. Ja, dat overigens, dat 1800 cijfer, dat begreep ik ook vanmiddag even. En toen dacht ik, daar passen toch wel meer mensen in als je daar gewoon staat, of niet? In de huidige setting zijn er natuurlijk ook veel stoelen vast ingebouwd. Ja. De stoelen in de zaal kunnen nu al onder het podium, maar aan de zijkant zitten vaste stoelen. En dat beperkt het aantal staplekken, wil je veilig kunnen staan. Dus dat betekent dat is het soort aanpassingen wat aan de zaal gedaan moet worden. Omdat het voor ons ook belangrijk is om de klassieke functie van de zaal ook overeind te houden. Dus we willen eigenlijk de best of both worlds creëren.
Zodat we niet er een poptempel van maken. Maar ook de klassieke bezoekers gewoon hun aanbod kunnen blijven bieden. Makkelijk hybride, zeg maar. Makkelijk hybride. Ja, dus ja. Dat betekent dat vaste stoelen makkelijk weggeklapt kunnen worden. Zodat er een veilige staafvlakte ontstaat met goede zichtlijnen. Zonder dat je daar allerlei hele vaste prakken en dat soort zaken voor in hoeft te bouwen. Dus helder. Johan, maar bij Metropool is er nog steeds ook het plan om de muziekcentrum onder handen nemen. Dat is nu wat erbij is gekomen, maar Metropool wil zelf ook zijn zalen onder handen nemen. Wat moet ik daaronder verstaan? Want ik ken een zaal in Enschede en in Hengelo, of tenminste twee plekken. Ja, nee, we hebben niet echt het plan om onze zalen om handen te nemen. Maar wat je wel krijgt, is dat je op het moment dat je de ruimte krijgt om die stap te maken. We hebben eigenlijk nu twee identieke zalen. Dus in de Hertog Janszaal in Enschede en de Jupilerzaal in Hengelo. Hebben allebei dezelfde capaciteit. Nou, dat is eigenlijk niet nodig, want die heb je dan al. Dus dat biedt ook weer ruimte om andere spannende dingen te gaan doen met die zaal. Een van die beide zalen voor de hand liggende Hertog Janszaal in Enschede. Die kun je dan bijvoorbeeld wat meer toekomstgericht maken. En met allerlei digitale functies die je kunt bedenken. Omdat ze eigenlijk nu te veel op elkaar lijken. Ja, de toegevoegde waarde is weg. En zeker als je de ruimte krijgt om voor 2000 mensen te gaan programmeren. Ja. Ja, dat gaat dan in het muziekcentrum gebeuren. Dat is het muziekcentrum. Ja. En wat zie je dan bij Hertog Janszaal voor je? Nee, daar kan ik me van alles bij voorstellen. En als je me daar even over laat nadenken. Maar nee er is al een soort van contour van plan dat we daar een digitale zaal van willen maken. Dat is nog een beetje toekomstmuziek. Dat is ook heel erg onderzoek van wat doe je dan met zo'n digitale zaal. Wat is een digitale zaal? De sfeer met allemaal panelen, met LED-panelen overal. Ik denk dat je daar het beste mee kunt vergelijken, ja. Maar het is wel iets andere schaal als een sfeer. Ja. Voor de mensen die dat hebben gemist, zoek het maar eens op internet. Ja. Dat is waanzinnig. Nee, dat zou dan moeten gaan over de echte 360 graden ervaring. Voor YouTube moet je naar Las Vegas. Ja, precies. Ja. Overigens, er zijn wel eens geluiden dat in de zalen in Enschede bijvoorbeeld dat een akoestiek probleem is. Hè. Er zijn veel van hout gemaakt in plaats van beton. Daar zou dat mee te maken hebben. Ook de zaalindeling wordt wel eens kritisch over gepraat. Is dat iets wat herkend wordt en ook iets wat onder handen genomen wordt meteen? Over de 30 jaar zaal, nu de 800 zaal in Metropool zelf. Ja, kijk, daar moet gewoon een optimalisatie komen. Die zaal die is al oud. Nou ja, in ieder geval vanaf het begin dat het muziekkwartier er was. Ja. Logistiek klopt het niet. Als je bij Metropool geweest bent, weet je dat we een heel mooi muziekcafé hebben. Alleen ook veel mensen weten dat niet, omdat je binnenkomt ter hoogte van de grote zaal en er weer uitgaat van de grote zaal. Ja. Dus wil je die beleving optimaliseren, een beetje de formule die we in Hengelo ook hebben, dan zul je die ingang meer richting het café moeten hebben. Zodat mensen ook weten dat je daarna de tijd nog leuke dingen kunt gaan doen. Ja. En voor die tijd. En Almelo? Heb ik ook iets over gehoord. Dat er in Almelo plannen zijn om Metropool te vestigen. Ja. Nou ja, kijk, wij hebben hier in Enschede werken wij samen met Studio 15. Binnen Studio 15. Dat is in de studio's van het pand van het muziekkwartier. Waar we samen met jongeren gewerkt wordt aan culturele uitingen. Ja, talent house waar je gewoon gratis naar binnen kunt lopen als jongeren. En waar je dingen kunt doen die je leuk vindt. Drummen, dansen, van alles. Nou, dat heb je ook in Almelo. Dat draait al een tijdje. Dat draait al een flink tijdje. Mm-hmm. En inmiddels ook in Hengelo sinds vorig zomer. Dus dat concept werkt ontzettend goed. En in Almelo zit al sinds jaar en dag ook een zaal van 350 bij Studio 15. Die weliswaar gebruikt wordt op een bepaald niveau door die subcultuur. Maar die je ook interessant kunt maken voor popconcerten van professioneel niveau. Dus net iets onder de laag die 800 zaal. Hè? Ja. Dus in Enschede hebben we ook de Saxionzaal. Dat is een 350 zaal. Daar is die mee vergelijkbaar. En meer onder het motto van ja, als je je laat zien, dan als je zichtbaar bent, dan krijg je ook meer bezoekers uiteindelijk. Dus daarom willen we graag naar Almelo toe. Ja. En we hebben natuurlijk die regionale opdracht. En dan zou Almelo daar een prachtige toevoeging op zijn. Wat is die regionale opdracht? We zijn het bovenstedelijk poppodium, dus we krijgen geld vanuit Hengelo en vanuit Enschede. Ooit met de gedachte dat je dat dan aanjaagt voor de regio. Mm-hmm. En zo doen we ook dingen in Borne, in Hermes, als je weet, die openluchtconcerten. En dan is, denk ik, Almelo een hele mooie stap daarbij. Ja. Ja. Jacco, die mensen die daar dan, want die daar extra gaan komen straks, dat is de hoop, ook in jullie eigen muziekcentrum. Die moeten ook deels uit Duitsland gaan komen, heb ik begrepen. Die gaan nu daar lekker naar concertzalen en die zien Enschede niet liggen of? Relatief weinig Duitse bezoekers weten ons op dit moment te vinden. Dat is natuurlijk ook een beetje het kip-ei-verhaal. Dat moet je creëren met het aanbod wat je kunt brengen.
En om dat aanbod te kunnen brengen, heb je een aantal aanpassingen nodig om een aantrekkelijke zaal te zijn. Dus, maar dat is zeker de bedoeling om zodanige acts neer te zetten dat ook uit het grensgebied bezoekers ons weten te vinden. Ja. Hoe gaat dan die samenwerking straks zeg maar concreter uitzien? Hè? Want je zoekt als poppodium of als muziekcentrum denk ik naar acts die je kunt programmeren. Ja. Is het dan zo van als Johan zegt, nou ik heb nu Ramstein die wil komen. Dat wordt trouwens wel prachtig in de muziekcentrum, maar goed. Maar die kunnen wij, die zoeken eigenlijk naar meer bezoekersplekken of zo. Hè? Die willen iets van 2000, dat jullie dan zeggen, nou, gaan wij kijken of wij dat kunnen regelen? Moet ik het? Ja, kijk, het is niet zo dat we de hele programmering van het gebouw samen zullen gaan doen. Maar we hebben zeker de intentie, en dat is ook de onderligger bij het plan wat we aan het maken zijn, dat we samen dit gaan realiseren. Wij zullen de investering formeel moeten doen als hoofdhuurder van het pand. Van het muziekkwartier heb je het dan ook over. Van het muziekkwartier, ja. We gaan wel een verbintenis met Metropool aan om samen te kijken of we die acts vanuit het netwerk van Metropool of vanuit ons eigen netwerk, hoe we hem zo optimaal mogelijk kunnen programmeren. Ja. Is daar nu ook al onzeker? We doen dat al. In het najaar hebben we Direct 2 keer uitverkocht staan. Er staat veel meer al wat uitverkocht is. Maar ik vond Direct wel leuk om te noemen. Omdat het gewoon zo'n geweldige band is. Maar we hebben de afgelopen jaar ook al veel dingen samen gedaan. Joe Satriani gaat afgelopen jaar. De afscheidstour van de Dijk hier gaat. Doe maar in de begintijd. Marco Bartato. Lang geleden. Ooit, in een andere tijd. Dus we doen dit al. We doen het al een tijdje samen. Alleen de ombouw van die zaal, dat is nogal ingewikkeld. En dat kost veel geld en energie om dat te doen. En daarmee ben je minder aantrekkelijk. Dus wij willen die verbouwing graag doen, om hybride maken, zodat we ook makkelijk kunnen omschakelen van klassiek naar pop. Ja, ja, ja. Want als je een zaal ombouwt, kun je hem in die tijd niet gebruiken. Dat klopt. En nu wordt de zaal af en toe ook gebruikt voor bepaalde repetities, waarmee eigenlijk een hele vaste opstelling gerealiseerd wordt, waardoor je eigenlijk in die periode niks kunt. Mm-hmm. Terwijl de zaal is oorspronkelijk al zo ontwikkeld, dat kunnen we nu al. We kunnen de stoelen eigenlijk binnen 3 kwartier onder het podium schuiven met een speciale constructie. En straks willen we dat uitbreiden met een hefvloer die op verschillende hoogtes ingesteld kan worden. Waardoor je zichtlijnen kunt creëren of zelfs helemaal omhoog kunt zetten. Waardoor je 1 grote vlakke vloer kunt realiseren. Bijvoorbeeld ook voor dancefeesten aantrekkelijke plek kunt creëren. Die initiële investering, hè? Want ik snap best dat je een investering doet en dat je uiteindelijk hoopt daar meer bezoekers te krijgen, dus meer geld. Maar is het zo dat we als bezoekers die ook een beetje gaan voelen of niet? Dat we misschien voor het biertje en de pauze wat extra neerleggen? De ticketprijs die wordt altijd, of de ticketprijs is altijd bepaald door de artiest zelf, in ieder geval door de tour. Er zit nooit veel verschil in tussen verschillende steden bijvoorbeeld. En de alcoholprijs, ja, dat is ook een marktafstemming. Dus we gaan niet, dat heeft niet zoveel zin om daar meer voor te gaan vragen of minder wellicht. Wat wel zo is, dat met zo'n optimalisatie kun je je baropstellingen wel beter maken. Dus ik weet niet of je ooit in het muziekcentrum bent geweest bij een popconcert, maar dan moet je nu naar buiten lopen om een biertje te halen. Ja. Als je dat in de zaal zou kunnen doen, dan zal er al een hoop schelen. Dan verhoog je het service level en het levert ook wat meer op voor ons als exploitanten. Ja, dus het moet zich echt terugverdienen uit schaalvergroting. Ja. Meer activiteiten met meer bezoekers dan we nu hebben. Ja. Over schaalvergroting gesproken, toch nog heel even terug naar Almelo. Hè. Het is geen geheim dat het theaterhotel daar ermee stopt. Ja. Zit daar nog een mogelijkheid? Is het een verband? Zoek je naar ruimte? Er zijn altijd verbanden tussen podia en Twente, maar niet op die manier. Nee. Het is niet een kans dat jullie gaan zeggen van, nou ja, dat is een mooie zaal. Kunnen we wel wat mee. Nee, dat is een de samenwerking met het theater in Enschede. Als poppodium met het theater is best uniek. Dat is ook niet iets wat je zomaar even van de grond af opbouwt. Daar zijn we lang mee bezig geweest. Daar investeren we veel in. En nee, dit is echt op een kleinere schaal in Almelo. Gewoon omdat het een mooie aanvulling is op Studio 15 wat er al zit. Ja. Ja. Heel concreet, hè, tot slot. Wat is nou het tijdspad, zeg maar? Hoe ziet zoiets eruit, Jacco? Ja, ik begin maar bij jou. Ja, we moeten natuurlijk op zoek naar financiering. Dus dat zal wat tijd vragen. Tegelijkertijd hebben we zelf nog wat middelen mogelijk beschikbaar vanuit de voorziening groot onderhoud.
Dus dat zou betekenen dat het waarschijnlijk een getrapt verhaal gaat worden. Dus we streven niet naar, nou, nu gaat het open en nou is het helemaal zoals het in het eindplaatje zal zijn. Mm-hmm. We zijn nu een lijst aan het maken van wat zijn de meest noodzakelijke aanpassingen en wat kunnen we daarvan eventueel al bijvoorbeeld deze zomer realiseren. Er is een andere aanpassing die niet doorgaat. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of dat nog, daar nog geld voor vrijkomt. De huiskamer van de stad in Enschede, daar was ook een behoorlijk bedrag mee gemoeid. Ja, nou ja, dat zijn besprekingen die we met dit plan zeker zullen gaan voeren. Omdat we daarmee voor een deel met lege handen staan. En ja, uiteindelijk ook wel op zoek zijn naar dat stukje verdiencapaciteit wat we wel nodig hebben. Dus zeker een gesprek wat ook gevoerd zal worden. In hoeverre dat voor een deel een herallocatie van middelen zou kunnen zijn. Zeker. Ja. Sowieso, de huiskamer van de stad was ook een exploitatiemodel. Was ook een business case die sluitend was. Dus het is, zo simpel is het niet. Je kunt niet zomaar even ergens geld vandaan halen en beginnen te bouwen. Je moet daar echt ook wel je inkomsten op aanpassen. Dus het hele verhaal van de huiskamer van de stad was een investering, maar was gebaseerd op het feit dat het terugbetaald werd vanuit de huur. En zo gaan we dat in dit geval ook doen. Ja. Dus geld zoeken, daar komt het op neer. En daarna kijken welke mogelijkheden horen daar dan bij. En wat kunnen we dan precies daarvan betalen. Ja. En wat zouden we al op korte termijn kunnen doen? Zodat we een deel van de belemmeringen al weg kunnen nemen. Zodat je Ramstein kan gaan hosten in het muziekcentrum. Ga niet wachten. In het Volkspark, ja? Ja, prachtig. Succes daarmee. Dat Twente maar de bruisende popplek mag worden. Waar we het allemaal voor doen. Ja. Daar doen we het voor. Dankjewel. Dankjewel.